Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, heeft gisteren de asfaltering van de wegstrekking Monkshoop en de Vijfde Rijweg deels opgeleverd. Er is in totaal 27 kilometer geasfalteerd. De ceremonie rond de oplevering is gehouden op het terrein van Tjongalanga in het district Saramaka. Minister Vijay Chotkan van OWTNC gaf aan dat de weg ook is verbreed naar 7,2 meter. De bewindsman zegt dat de wegen niet zomaar worden geasfalteerd of gerehabiliteerd. De infrastructuur is namelijk een basisvoorwaarde voor ontwikkeling. Maar we hebben gekozen, samen met de directie en de aannemer en natuurlijk de directievoerder die een bijdrage, een belangrijke job heeft geklaard, om infrastructuur neer te zetten die niet voor de komende 10, maar komende 20, 25, 50 jaren moet kunnen voldoen. En ik ben blij dat wat de ouderen ons hebben geleerd, en Dave heeft het net verklaard, iets dat toen is uitgevoerd, is weer hergebruikt, het systeem, omdat het werkt. En ja, dan gaat het wel lijken alsof het duur is. Maar het is duurzaam. We gaan iets moeten neerzetten voor de komende generaties. De bewindsman is er zich ervan bewust dat sommige autobestuurders met grote snelheid rijden over de geasfalteerde wegen. Dus ik weet dat mij gevraagd zal worden om drempels op de weg te plaatsen, benadrukt de minister. We gaan op deze weg geen drempels plaatsen. Drempels helpen niet. We moeten ervoor zorgen, 1, dat je je gewoon houdt aan de regels. En 2, dat we de politie gaan vragen om zware controles te doen op deze wegen. Het is geen racebaan. Het lijkt misschien omdat het breder is geworden. Maar je gaat het vliegtuig niet hierop kunnen krijgen, nog steeds niet. Dus probeert u dat niet met uw auto. En nog minder met vrachtvoertuigen. Want ook die rijden niet. Niet rusten. Hoe meer lading, hoe harder hij rijdt. Amai suku vrij trangen morowan bens. Minister Vijay Chotkan bij de ceremoniële oplevering van de wegstrekking van Monkshoop en de Vijfde Rijweg in het district Saramaka.